Ik wil zeggen, ongeveer 1 uurtje nadat ik heb de eerste video geplaatst, Bol.com heeft contact met ons opgenomen of met ons advocaat. En ze gaan weer onze account weer heropenen. Alleen ze vragen ja dat wij mogen dit fout niet meer gaan doen, maar we hebben geen fout gedaan. Dus maar alleen, ze moeten alleen maar wat vertellen. Ze kunnen niet zomaar zeggen dat ze hadden fout, omdat ze weten natuurlijk dat wij gaan straks ook weer een schadevergoeding aanvragen. Omdat we zitten al 22 dagen zonder werk. En als het maar kost 1000 euro per dag, dat kost 22.000 euro verlies. Omdat we gaan niet zomaar accepteren dat voor niks dat we worden zo gestraft met zo'n groot bedrag. Ik heb een bedrijf al 35 jaar. Ik heb gewerkt met alle soort bedrijven in Nederland, met BTT, Libertel, KPN, Dutch Stone, BEN, Telfort, Pak en Bel. Echt alle soorten bedrijven, maar alle bedrijven ze gaan ons echt respecteren. En ze geven ons heel goed advies en ze proberen altijd met ons te praten. Ook als we hebben fout gemaakt, ze komen met ons praten, ze komen met ons overleggen. Ze bellen ons, dat mag het wel, dat mag het niet. De enige wat ik heb gezien, dat is echt een heel rare bedrijf, dat is Bol.com. Ze heten Partner Service, maar ze zijn echt tegen de partner. Ze zijn... Of ze moeten vechten met de partner. De partner, ze behandelen de partner echt als een hond, als niks. Of je moet dat doen. En soms, ze geven geen kans om te luisteren wat de partner denkt. En worden gelijk geblokkeerd of zo. Worden gelijk de punten weggehaald. Of worden gelijk, hij krijgt een strijk. Echt, ik dacht dat partners, ze moeten gewoon met de partner zaken doen. Gewoon met elkaar praten. Ze proberen om de partner te uitleggen. Dat mag het wel, dat mag het niet. Dat moet je niet doen. Krijg je eerst een waarschuwing. En als toch de waarschuwing niet lukt, dan word je gestraft. Maar bij Bol.com, gelijk. Je maakt de fout. Of je weet of dat fout was of niet. Of dat is jouw probleem of niet. Je krijgt gelijk een probleem. En dat is echt, met Bol.com moet je echt opletten. Omdat je weet niet wat je krijgt. Iemand die heeft ruzie met zijn vrouw, hij kan jou zo'n probleem zetten. Dus wat ik wil zeggen, gelukkig onze account gaat weer heropenen. Ze zouden ons 25 punt teruggeven. Eigenlijk ze hebben 20 punten gepakt, maar ze zouden 25 punt teruggeven. Dat betekent wij kunnen weer beginnen, maar dat is niet zeker dat ze ons laten werken. Misschien ze geven ons alleen nu omdat de advocaat hij is bezig. Ze dachten oké, wij maken nu open, maar misschien volgende week gaan ze weer dicht doen. Ik vertrouw hen niet. Maar we gaan kijken en in ieder geval als nog nieuws of zo, dan zal ik u laten weten. Oké, vast bedankt. Dag.